Goedemorgen. De wallen hangen vandaag op mijn knieën. Kijk nou hoe leuk. Chris heeft een rood shirt aan en een grijze broek. En Nanda heeft een grijze rode legging en een grijze. Hier, best is het. Oh, het is een nieuw pak. Wat je met Final. Nee, dat was helemaal geen Final. Leeuwarden ook aanhoudt. Zo leuk. Het is vandaag Finals. En we zijn even aan het ontbijten. Het is nu 9:09. Dus we moeten om 7:00 in de auto zitten. En dan gaan we trainen waar we om 7:30 zijn. Een uurtje trainen en dan door naar UD Arena. Finals! 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 Het is een beetje vroeg nog. We moeten nog even wakker worden. Maar we zijn onderweg naar de training. Finals ready! Ik heb niet veel gevlogd, want we hadden heel weinig tijd. Dus kijk uit voor me. Yay! Kijk uit, ik heb een sigaret, jongens. Oh. Sorry. Maar we zijn wel finals ready. En ja, we hadden heel veel haast, dus ik heb niet zo gevlogd. Ik ga hem weer doorgeven aan mijn co-vlogger. En die gaat alles filmen. Kijk hoe mooi ze eruit ziet trouwens. Wauw, deze meid! We hebben een foto bomber. Nog even een streepje erop. Voor finals. Ik had je nog helemaal niet gezien. Ja, ik heb hem. Yes, bitches! Woe, woe, woe! Ja, we proberen het. Ja.
Nu al applaus. Gewoon even voor de leukigheid, even geinig, even lekker een leuke showtje joh, gewoon dat leuk is. Gewoon dat jullie het gewoon grappig vinden, gewoon leuk, gezellig. Voor de gein, nog even één showtje, ja joh. Je wat? Oh ja. They're ready. Yes, bitches. En nu staan we er. En ja, ik kan alleen maar zeggen, ik ben echt
Dus je dat dus een massa dat meer die schaam is even die aard is even dat ook. Het denk ik moeilijkste seizoen geweest voor onze staf. Waarom? Omdat wij zelf heel erg uitgedaagd zijn. We zijn uitgedaagd omdat we geloof ik 4 tot 6 delen gewisseld hebben. Deze delen hebben moeten puffen. En kijk eens waar we staan. Dit is bij far de beste guy die we hebben gehad. Bij far. Dus super trots dat zelf en Daan tonnen lopen. Maakt het voor mij dat het cirkeltje net, en dat denk ik voor ons als ik namens mij spreek, dat het cirkeltje gewoon helemaal rond is. Nu staan we er. Je gaat straks hier door de tunnel heen, de doek gaan open en ik wil echt vragen, neem de tijd om even die zaal hier op te zetten. Gewoon even pakken even dat moment. Ten eerste is dat zo'n moment die de rest van je leven op je netvlies zal blijven, dus geniet daarvan. Kijk even naar het hoge tv-ding op rang en al die schermen. En daarna gewoon je ding doen. Het is vooral belangrijk dat je wat je vanmorgen hebt gedaan. Ik weet niet uit waar jullie door hoe je vanmorgen waren. Jullie waren gewoon stellig, gewoon echt niet normaal. Ik kan alleen nogmaals zeggen dat we met z'n allen gewoon super zijn. Het kan alleen nog maar mooier worden doordat je straks het veld afkomt. Dat je het gevoel hebt dat dit gewoon jouw show was. Niet onze show, maar jouw show. Ja? Ik wil je daarvoor bedanken voor het vertellen van dit verhaal. Het hele seizoen ben ik erop gebrand geweest. Echt werk. Jullie hebben het echt gemaakt. Doe het voor de mensen die willen zijn. Ja? Dankjewel. Oké, okay, doei. Vergeet niet te genieten, schatjes. Jullie zijn echt een fucking bom. Oké. Okay. Geniet, wees trots. Zelfvertrouwen, ja? Denk aan die Amerikaanse arrogantie, ja? Zelfvertrouwen. Je weet wat je kan. Je hebt het al 1000 keer gedaan. Wees trots en geniet! Within 72 hours, you will receive a digital recording as if you are being evaluated on the competition. Thank you. Get started. Sensation Performance Ensemble. Yeah!
helemaal niet normaal. Ja, kom! Oh, zie je nou wel, bitches! Oh my god. Oh, she did it, the bitch! She did it! Oh, I'm so proud of you. Oh my god. Record erbij. Hier moet je kijken. Ik ben naakt. Ja. Oh, yes, work. Kijk ook hoe ik eruit zie. Lelijk. We hadden echt een lekkere show. Het gevoel was er, daar ging het om. Kijk, natuurlijk waren er nog wel fouten, maar fout maken is menselijk. En ik weet niet hoor, maar ik moest toen de witte vlaggen inkwamen, moest ik mijn tranen inhouden. Omdat, en die zei, control your emotions. Ja. Dus ik zo. Nou, ik had ze echt opgespaard en dus voor het einde aan de zijkant nou, en zo. Ja. En toen, ja, ja, het, ik legde mijn vlag neer en ik ging zo met mijn hand omhoog en ik zo, vet lelijk. Oké. Ik hoef denk ik niet uit te leggen dat dit natuurlijk wel heel erg goed was. Zeg maar. Wat? Redelijk. Ik kon niet lachen, ik kon wel huilen. Voor jullie beeld, Adam Sage heeft weer zijn halve bandje volgehaald. Dus we hebben het weer gedaan. Ik wil ook even voordat we straks naar binnen gaan zeggen dat ik super trots ben op iedereen. Niet alleen de leden, maar ook gewoon alle medewerkers. Want met zo'n klein team, met zo'n klein stafteam, nou ja, klein. Met zo'n team, alles bij elkaar, hebben we er gewoon weer geweldige. Nou ja, dus het is nog niet voorbij, maar in ieder geval al geweldige 12 dagen van gemaakt. Het is gewoon in mijn ogen gewoon bijna vlekkeloos gegaan op ja, wat vermoeidheidsproblemetjes. Maar dit is waar we het allemaal voor gedaan hebben. Dit moment, dat is waar we die 50.000 euro voor neerleggen. En hou dit moment vast en geniet. Whatever straks happens, want daar hebben wij geen invloed op. Wees professioneel. Dat wil ik wel vragen aan je. Als je daar beneden staat, al worden we 12e, wat niet verwacht, geloof me nou. Maar wees wel professioneel. Yes? Ja. Oké, ik hou niet van moddergooierij, want je ziet hoe eerlijk die andere leden naar ons allemaal zijn. En we vechten er allemaal keihard voor. En het blijft een jury sport en het zijn dan uiteindelijk 10 mensen die moeten bepalen. Yeah. Omdat wij vonden dat jullie een beetje weinig medailles hadden dit seizoen, heeft het ons geriefd om toch nog maar meer medailles uit te rijden. Yeah. Woe! Dus, ik zou zeggen. Waar zijn de captains? Yes. Oh, ja. Berend wil jou en Berend wil jou. Oh, Berend wil mij. Berend wil jou. Oh. Berend, jou. Berend, ik ben hier. Ben je daar? We moeten even wachten op onze retreat. Ik zeg wel even, maar het is helemaal niet even. Ja, we gaan nu naar Scholastic Open kijken en we hebben de retreat samen met hun. Dus daar wachten we nu op en dan gaan we lekker de retreat in. Woehoe! We zijn nog steeds aan het wachten. Chloe heeft honger. Nee, ik ook hoor. Lekker nachos. Met kaas, alles saus. Mind. Echt niet. Ja? Want met je beste vriendin deel je alles. $2 Deze Deutsche. Onderweg naar de retreat. Retreat. Finals retreat. 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 Zin in. Retreat. Het is zo druk, I can't. Ik heb ook die vlag hier. Lulu, je hebt het echt niet mooi gedaan. Jawel, je kan het zo lezen. Lulu heeft zin in kip. Ik heb zin in kip! Girl. Die meid. You want KFC? I want KFC. Damn, y'all far. Y'all had KFC when you been here? No. And I want that, but everybody else doesn't want it. What does everyone get? Little McDonald's?
You like, I'm the oldest bitch here, I want KFC. Yes. Who's the oldest one here? She is. How old is she? 27. Oh, bitch. Danielle? Oh, no, Danielle is 31. Oh, my God. Yeah, but from the, she's, originally she's a Steph. Yeah, she's like, an ultimate. Yeah. I don't fucking know, bro. There's a lot of two of y'all. Two Maricas. Congratulations, you guys. Thank you. Oh, hier is ook weer file. File! Oh nee. Oh, dat is voor mij helemaal niet open. Ik heb hem niet eens mee. Oh, zit erop? Oeh ja, bubbelen! Oh, hier is het! Oh. Oeh, zo spannend. Ruud, Ruud. Tijdens even. Ruud, Ruud. Ruud, Ruud. Ruud, Ruud. Wow. Dat was de retreat waard. Uit de diepste van mijn zenuwen. Dank voor de vlog. En de vlog. Yeah. Daar gaan we bijna, jongens. Het is nu 2:06. Reis vooral met Tosca, die vertelt even alles over. Ik heb ook niet meer zoveel batterij. Ik wel, denk ik. Yes. 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 Who are we? Sensation. Yes. Yes. Wow. Thank you. Score 94.75. That's 94.75. Origins. Wow! Yay! Wow! Thank you guys. Oh my God! Did you third place? Oh my God! I don't know. Yeah, he was like a big player. In fourth place with a final score of 94.85. That's 94.85. FIU winner. Wow! Open Class Fans Award is presented to Dartmouth High School. What? Yes, Plastic. Yes, Winnie Spears. Oh, there's no Winnie Spears. Oh, my hat. I can't. Okay, now. Okay, maybe I'll come. Nu komen wij, derde plek. And now, Independent the 2019. Sad life. Oh, let's hope. Oh, let's hope, let's hope. Moes, wil jij hem vasthouden?
Maar je moet dan zo ook nog een throwback. Ja, maar niet op de foto. Met z'n allen toch? Ja, maar de 2019 WGI Sport of the Arts Independent Open Class Bronze Medalist with a final score of 95.60. Sensation performance. Dat als je een, even laten zien weer, heb je nog niet genoeg gezien. Als je een medaille hebt, 3, 2 of 1, dan ben je officieel world class. Yay. Heftig! Niet te geloven. Hey Tensi, je zit nu in een world class. Oké. Daag me maar uit. World class! We are the champions, my friend. We zijn klaar voor de World Class Finals. Maar eerst gaan we nog eventjes eten bij de Applebee's. Ik ga vast naar buiten. Mijn jas ligt nog in de auto. Tuurlijk. Dit is mijn outfit. Ik match mijn tent. Dus dat is wel leuk. Ik ben voor rood gegaan. Want ja. On fleek. Zin in. Wij zijn de... Wat? Wat zei je nou net? Oh, de Lekkere Broekjes Club. En ik heb graag altijd hetzelfde. En Tenzo ook. Ja, ik heb autisme. Dit is de club. De club van de lekkere broekjes. En de lekkere medailles. Sowieso de lekkere medailles. Oh, je had eigenlijk een... We hebben nog meer mensen bij de Leuke Broekjes Club. Woehoe! Oh, ik ook. Jazza! I'll snap for that! Jongens, ik wil niet veel zeggen, maar we hebben vandaag wel de leukste tafel. Waar is Cor? Oh nee! En hier is het... Nou, wat eet je als je derde van de wereld bent?
dit? Jongen, we zorgen van het rest. En dit is echt zo lekker. Ik vraag wel nog een ja. Floor vraagt zo of dat een normale grootte is. Kijk even hoeveel ze heeft. Is het toch nog na geen burger? World Class is begonnen. Woehoe, wij zitten hier allemaal. En Glor zit hier en Tens ook nog en Rage. En hier zit de rest. Lulu, even zwaaien naar de vlog. Hoi Floor. Tot hoe laat duurt dit? 11 of zo. Nou ja, wij hebben dit. En je denkt dat is alleen cola. Maar think again. Die meid! Die
Dus we moeten op Gloor wachten. Nu zitten we hier op de grond. We hebben er zo zin in. Het is net als die ene keer dat we 2 jaar geleden toen we betere wifi wilden in ons scheidhotel. En toen zaten we ook ergens op de grond. We hebben net besloten dat we eigenlijk nu wel naar huis willen. Maar echt naar huis. Ik heb geen zin in dat vliegtuig eigenlijk. En al het gejank straks. Ik zeg het wel heel, zo heel stoer, maar ik ben een van de jankers, dus op zich. Nou, Gloor opschieten nou. Het feest is blijkbaar hier, jongens. Die Marieke, zo subtiel. En ik vind het helemaal wel goed. Je ziet je vrouw, bro. Ik ga de vlog afsluiten, want dit is wat er gebeurt nu. Niet te geloven. Ik zit hier maar een beetje. Dit is voor de vlog. Wat doe je niet? Waar is het voor? Jezus. Het is allemaal een klein beetje. Hallo? Wordt gewoon heel abrupt uit de beeld. We vragen ons allemaal een beetje af. Waar is de partij? Waar is de partij? Party, where's the party? Ja, die zocht. Niet de patat. Dit is slaag. Kijk. Trust fall. Oh, Jesus. You can't trust anyone. Ik kan Rick niet vertrouwen. Ik kan Rick niet vertrouwen. Nee, je moet... allemaal. Dit bal. Hij holt haar titi. Wat doet hij met de titi? Ja. We gaan de vlog afsluiten. Oké, dus Rick kan ik niet vertrouwen. Nee, deze meid is niet te vertrouwen. Het was vandaag een zeer geslaagde dag. Waarom? We zijn derde van de wereld. Bronze medalist. Ik laat heel even subtiel mijn medaille in beeld. Heel subtiel. Oh, ik heb geen medaille. Ik ga ook een medaille. Die meid. Deze meid is niet goed. Die ik bedoel, meid. Ik wijs voorbij. Tot ja, die meid. Maar goed, dus we gaan lekker slapen. Tenzing slaapt al. Of niet. En morgen hebben we... Wat hebben we morgen? Morgen moeten we om 11 uur de vlaggen en alles uit elkaar halen. Zeg niet eens over 2 uur. En we moeten... Ga je dit ook echt op de vlog zetten? Ja, tuurlijk. Hi, mam. Hoi, Berend. Maar goed, en dan gaan we lekker shoppen, niks doen, TJF eten. Oh, daar hebben we ook zo'n zin in. En dat is de laatste dag. Dat is onze laatste dag. Wat is onze laatste dag? Morgen. Nee. Ja, wel. Jawel. She's used to. Morgen komen de tranen pas, oké? Oh, oké. Ik deed net. Slaap lekker. Ik ook? Ja. Ja.